Hallo allemaal, welkom bij deze video. We gaan in deze video kijken naar de koning in het midden. Tijdens het Hoogveen Schaaktoernooi, wat op dit moment wordt gehouden, kwamen er een aantal partijen voor waarin de koning iets te lang in het midden blijft staan. En dat er vervolgens meteen gebruik van werd gemaakt en vrij hardhandig de spelers, in dit geval allemaal zwart, van het bord werden gezet. En het is altijd een leuk thema, koning in het midden. Want het laat zien dat als een koning in het midden staat, de koning daar minder flexibel is, lastig kan verdedigen. En zeker als hij vast is in het midden, dus als hij niet meer mag rokeren, dat hij dan ook moeilijk wegkomt naar vrijheid. Toe. Terwijl alle stukken van de tegenstander, in dit geval wit vrij makkelijk op dat midden gericht kunnen worden. Dus uh, we gaan er naar kijken: drie partijen. En uh, ja, ik hoop dat jullie ervan genieten. En het is vooral ook leuk om naar te kijken. Oké, okay, en we komen bij die eerste partij, die werd gespeeld in de derde ronde tussen uh, Margat Gua, een uh, dame uit Mongolië. En uh, zij speelt uh, is recentelijk pas een beetje omhoog geschoten sinds corona? Heeft volgens mij het wereldamateurkampioenschap uh, gewonnen en is duidelijk met een stijgende lijn bezig. En Luc van Koten, een videemeester, uh, waarvan ik een paar jaar geleden nog teamgenoot was. En die spelen tegen elkaar. En Luc van Koten die zal wel gedacht hebben van ik speel tegen een minder ervaren tegenstander. Dan ga ik wat. Um, ja ook wat minder bekend spelen namelijk de hippo dus het is nu nog in principe een moderne opzet en in principe doet wit een redelijk normale zetten a4 wordt gedaan om een beetje de opmars te voorkomen van b5 maar ook om die loper op c4 te zetten en we weten eigenlijk dat het de hippo is door deze zet b6 Um, wat doet zwart vaak in de hippo? Die zet de pionnen eigenlijk op, nou ja, bijna allemaal naar voren. Eén rijtje. Zet vervolgens de paarden op, E7 en D7, neer. En de lopers die worden gefinanciateerd. En um, wacht een beetje af en gaat vervolgens een beetje prikken in de stelling van wit. Tenminste, dat is het idee. Maar uh, de witspeelster die speelt um, ja, volgens uh, het boek wat ik heb over de hippo redelijk onschuldig. Namelijk met maar twee pionnen in het centrum. Terwijl de, de, het boek erover aanraadt om verder naar voren te gaan met meer pionnen. En um, daarom zal het ook wel verrassend zijn geweest dat na paard D7 er deze best wel unieke zet in zit, namelijk paard G5. Wat bedoel ik dan met uniek? Het idee van paard G5 komt wel vaker voor, maar het voelt zo vroeg. Maar als je eens naar de stelling gaat kijken, dan zie je dat wit twee pionnen in het centrum heeft, dat wit de koning veilig heeft staan, dat er al drie stukken zijn ontwikkeld, drie lichte stukken, en dat door middel van paard G5 wit eigenlijk zegt van... Um, ik ga gewoon beginnen met druk zetten. En zwart, jij moet nog meer stukken ontwikkelen, je koning staat nog in het midden. Um, heb je het allemaal wel goed gedaan? En je zag ook dat zwart hier in één keer in de denktank ging zitten. Van wacht eens even. Um, normaal in dit soort varianten zitten er in één keer offers in. Dat zie je ook in Siciliaans bijvoorbeeld, dat dan loper maar E6 in de stelling komt. Uh, laten we bijvoorbeeld even een zetje spelen als H6. Dan, dan zie je in één keer dat dit soort thematische ideeën in de stelling zitten. En, en er zit ook nog C7 aangevallen. Dus als je met de dame de loper dekt, dan komt in één keer een paar maal C7. En hier wordt eigenlijk helemaal onder de voet gelopen met zwart. dat is totaal niet de bedoeling wat je wil in de opening. Dus misschien was de Z-paard D7, ondanks dat de computer het prima vindt. Maar was het al wel een beetje een Z die problemen afriep? En was de Z-paard E7 een nauwkeurigere volgorde? Of misschien zelfs wel gewoon H6 volledig de hippo? Eerst maar eens voorkomen dat er stukken in de buurt kunnen komen. En daarna maar die paarden op E7 en D7 zetten. Het voelt zo raar om te beginnen met 6 pion zetten en maar één licht stuk. Maar oké, okay, paard E7 kwam en de tegenstander speelde dus redelijk uh, scherp. Paard G5 dreigt in één keer te slaan op E6 en daarna een, allemaal vorkjes te geven op deze zwarte velden. En dus. Komt H6 en dat laat in ieder geval de lopen maar E6 niet toe. Het is ook een goede zet, want uh, je moet iets doen en dat paard het er dichtbij. Maar de witspeelster pakt de handschoen op en doet paarmal F7. Dit is een thematisch offer. Ik kan me nog goed herinneren dat ik een keertje met zwart uh, paarmal F7 toeliet. Dat zag ik de zet nadat ik hem toeliet. En uh, ik weet nog hoe erg ik ervan schrok en mijn tegenstander speelde vervolgens die zet en uh, ik werd er afgezet. Dit is dus ook zo'n idee. Het paar 7 komt voor in eigenlijk heel veel openingen. Het jaagt, of eigenlijk, het lokt de koning naar het midden toe. En het houdt hem hier vast. En vervolgens is het idee: ik ga druk zetten tegen die koning. En, um, dus systematisch. En je wil vaak langdurig problemen uh, daarmee creëren. Um, en wat is belangrijk? Ja, activiteit genereren. Dat kan je hier op verschillende manieren doen. Uh, de zet E5 is niet eens de beste zet volgens de computer... maar het is een complexe stelling en ga maar eens verdedigen met zwart. Deze z E5 is heel simpel. Het voorkomt dat er een stuk naar F6 kan. En het maakt de zet dame naar F3 mogelijk... met gewoon een dubbele aanval richting de koning en de toren. Dus het is een hele concrete zet. Los maar op zwart. Wat kan je nou nog meer doen? Nou, een zet als F4 was ook heel erg uh, begrijpelijk geweest. En dan ga je met F5 ga je druk zetten tegen deze uh, pion. Maar je maakt ook deze toren op F1. Actiever en dit is heel moeilijk voor om hier de goede zetten te vinden. Denk er bijvoorbeeld maar aan dat de computer als eerste zet hier de zet Koning F8 voorstelt. Um, ja, dan laat je onder andere je pion los en je staat nog steeds op de lijn van de toren. Dus ik weet niet of ik die had verzonnen. Nou. E5 kwam in de stelling en er was hier eigenlijk maar één goede zet om in ieder geval nog een beetje in de partij te blijven. En dat was loper B7. En die is niet gespeeld en ik vermoed dat het kwam omdat de, die loper um, als verdediger van E6 in gedachten was. En die loper op B7 zou normaal een mooie aanvalsloper zijn, maar ja, je bent niet aan het aanvallen, je bent aan het verdedigen. Dus je, ik vermoed dat dat de reden is geweest dat loper B7 niet gespeeld is. Maar dat kwam wel een beetje duur te staan, want na toren B8 kwam alsnog dame F3, heel erg actief. En de koning blijft hier in het midden staan en dan heb je eigenlijk alle tijd om even rustig alle pijlen op die koning te gaan richten. Bijvoorbeeld met toren naar e1, Lopen maar e6 als extra offer, was ook interessant, maar toren e1 is gewoon prima. En hoe zou je hier verdedigen als je zwart bent? Denk er rustig even over na. Ja, um, dus er is een regeltje, in een slechte stelling heb je geen goede zetten. In deze stelling heb je er nog net eentje, maar het is een verschrikkelijk moeilijke stelling. Je koning staat raar, je stukken doen eigenlijk niks behalve verdedigen. En je ziet gewoon de witte stukken op je afkomen. Je ziet dat de loper erbij komt. Je denkt, ja, de toren gaat via de D-lijn of allebei via de E-lijn naar voren. Wit uh, kan offeren, gevolgd door D5. Wit kan een paard samen met de loper richting D6 zetten. Het, het is eigenlijk een beetje te veel. Je wil hier gewoon niet schaken met zwart, maar je moet wel, want je bent de partij aan het doen op een toernooi. En dus kwam paard F6 en dat paard ging eigenlijk iets te ver naar voren je moest naar f8 gaan. En op f8 dekt hij deze pion extra. Waarnaar onder andere het offer op e6 net iets minder gevaarlijk is. Want nu staat die loper op c8 wel heel handig. Dan heb je alvast een extra verdediging. En dan kan je net eventjes ietsje langer um, ja, ontwikkelen. Want het liefst zou wit de stelling open houden door het torenmal e6 te doen. Maar naar deken e6 kan je in ieder geval nog kiezen. Ga ik hem gewoon terugslaan of houd ik die pion als een soort van verdediger van mezelf. Je hebt opties. Nou. Dat gebeurde dus niet, het paard ging naar F6 toe. En um, toen kwam dus Lopermaal E6, en dan lopemaal E6, D5. En ja, nu is deze eigenlijk heel slecht te verdedigen. Um, het, de, het verdedigingsidee van Zwart moet ongetwijfeld vooruitgezien zijn: namelijk dat de loper blijft bestaan en dat het paard op D5 pakt. Maar na een paar maal d5, koning d7. Um, een van de belangrijkste aanvalsdingetjes die je gewoon moet onthouden is dat het niet super erg is dat je af en toe een stuk relt. Zolang je er maar genoeg over houdt om druk te blijven houden. Zwart staat nog steeds verschrikkelijk moeilijk. En ik weet niet of wit ook het idee had dat wit hier gewonnen stond. Maar het is zo moeilijk spelen voor zwart en zo makkelijk voor wit. Je weet gewoon: mijn loper kan erbij gaan komen. Mijn toren kan erbij gaan komen. Mijn dame staat al gevaarlijk. Je kan zoveel zwakke plekken aanvallen. En terwijl zwart geen enkele tegendreiging uitvoert. Je gevoel moet hier al zeggen dat wit goed staat. En in dit geval bevestigt de computer het ook. Nou, loper F4 komt erbij. Loper slaat op D5. Um, waarom? Ja, nou ja, verzin, verzin ik maar iets beters. Eigenlijk, dat is het lastige. Uh, je moet weten welke stuk je over wil houden. In dit geval wil zwart ruilen. Um, zodat dat paard niet meer gevaarlijk kan aanvallen. De dame komt erbij op, uh, op F6. En um, ja, hier komt wit gewoon meteen met de volgende genade gelopen. Dus wat doet wit? Juist ja, wit die hakt op d6. Um, wat ik me opvallend vond is dat de witspeelster ongelooflijk snel eigenlijk speelde. En, en waarschijnlijk is ze goed in rekenen, want dit deed ze echt allemaal heel erg soepel. Um, het valt een toren aan en het dreigt het te lopen weer wegtrekken. Dus je kan eigenlijk niks anders doen dan damemaal maal, d6. En de pointe was dat de dame vervolgens naar f7 springt. En dat je dan een dubbele aanval hebt tussen deze twee stukken. Wederom, er wordt geruild, maar wit pakt wel weer een pionnetje mee. Die koning staat nog open. Um, best wel. Knap om toch nog deze aanvalstelling te spelen. De koning gaat naar C6. Eh, de dame slaat op G7. En eigenlijk wordt de partij weer een beetje opnieuw opgestart hier. Want ja, je staat nog steeds een stuk voor met zwart, wel tegen maar één pion. Of eh, voor twee pionnen, dus nog maar één puntje verschil. Maar de koning staat zo verschrikkelijk moeilijk hier op C6. De dame snijdt af, de, je weet dat er een volgende toren bij gaat komen. En over deze zesde rij heb je geen enkele verdediging van pionnen. Dus die koning staat nog steeds heel erg slecht. Paard gaat naar F6. Um, ja, en na toren D1 zie je eigenlijk al dat dit paard niet meer gedekt kan worden fatsoenlijk. Want als de dame weg zou gaan naar bijvoorbeeld iets als F8, dan komt er een torentje binnen op E6 en dan hebben we ook gewoon meteen een dubbele aanval. Maar deze koning die wordt verder naar boven gejaagd en dan moet er een mat in zitten en dat zit er overigens ook. Dus het paard gaat er op D5 en na C4 weet wit nu al dat wit um, al een stuk gaat terugwinnen. De toren komt naar uh, D of E8. Wordt geslagen op d5, en hier doet Zwart nog even een leuk geintje, namelijk Dame d5. Met het idee dat als je nu even niet op zit te letten, je mat achter de paaltjes gaat. Natuurlijk zit de witspeels erop te letten. Ze speelt heel soepel de Dame naar f6 schaak. Jaagt de koning weg bij de Dame. De koning kan niet naar voren, want dan sla je met schaak. De koning kan nog weggaan. En vervolgens wordt deze toren heel soepel op e7 gezet, met schaak, gedekt door de Dame. En deze Dame hangt nog. De wit speler geeft op. Heel sterk, of zwart geeft op. Hele sterke partij van wit. Nou, dan gaan we door naar de tweede partij. En deze is tussen de heren Duchesne en Van Helvoort. Nou, van Helvoort had een behoorlijk goed toernooi tot deze ronde. Deze partij werd in ronde 4 gespeeld. En drie goede partijen daarvoor gespeeld... Waar, waarin meer kansen zaten dan de drie remises die hij had. Alleen deze partij ging het niet helemaal goed voor de zwartspeler. Um, laten we beginnen met de partij. Um, we krijgen eigenlijk weer een soort modern, uh, perkachtige opening. Want we krijgen dezelfde opzet. Dus misschien is de les van deze video ook wel... speel deze opening niet. Maar dat ga ik niet zeggen. Want deze opening is verschrikkelijk lastig voor wit... Alleen in dit geval komen de witspelers er gewoon heel goed uit. En ik denk dat hierbij de spelers wat experimenteler speelden. Want um, na de zet Dame naar A5 zie je dat de zet, ik vond het wel interessant eigenlijk, loper D2 werd gespeeld. Dus in plaats van Dame naar D2, wat vaak gebeurt, doet de witspeler loper D2. Dekt daarmee het paard, waardoor er geen um, pion in de stelling kan komen. Wit zegt: sla jij die pion maar gewoon lekker terug. En daar um, komt een opvallende zet, en ik denk dat hij hier um, gewoon heel creatief bezig was, namelijk zet paard naar D5. Nou, en dat paard dat, dat staat hier eigenlijk heel gezond. En, um, het is wat lastig voor zwart om hier nu dat paard in één keer weg te krijgen. Want als je E6 zou spelen om dat paard meteen aan te vallen, dan word je hier met loper B4 aangevallen. En um, ja, deze dame die kan eigenlijk niet echt naar een goed veld toe. Dat is een beetje het probleem van de stelling. Um, Bijvoorbeeld, de zet dame naar C6 wordt beantwoord met het thematische loop op B5. Is een doorkijker, penning. En als die wordt geslagen, heb je een voor. Dus het is een standaard truc in dit soort uh, stellingen met een paard op D5. Dus die dame op C5, ondanks dat die in perkopeningen heel vaak op C5 komt, staat hier eigenlijk wat onhandig. Um, en de witspeler vindt een creatieve manier om daar meteen uh, een vraagteken bij te zetten. Maar zwart doet een prima zet. Lopen naar D7. Had een veldje verder gekund naar E6, was misschien iets, uh, had hij misschien iets meer ruimte gehad. Nou, wit doet part 3, gewoon een gezonde set. En hier komt een wel oogschijnlijk gezonde ontwikkelingsset. Maar wat doet wit nu? Nou, wit heeft hier echt uh, gewoon heel leep een, een, een val voorbereid. Wit speelt loper naar b4. Die dame kan nog steeds niet naar c6. Dat hebben we eerder ook al gezien. Dan kan je ook weer dingetjes als loper b5 spelen. Je kan hem overigens ook paard naar d4 doen. Dus die dame, die, um, gaat, naar, oh, die dame gaat naar c8. En hier komt wit met een schokkende zet. En daarom, ik vond hem vrij uniek. Maar het zit in dezelfde lijn als de vorige partij. Paard maal e7. Wat een heerlijke zet. En um, ja, dat valt deze dame aan. En het zegt, als je terugslaat, dan kan ik hier mooi samen met mijn loper naar D6 kijken. En die koning in het midden, daar geloof ik van dat ik die wel mat kan zetten of heel veel materiaal kan winnen. Dat zegt in ieder geval de witspeler. De zwart speler geloofde hem niet en sloeg hem. Dat bleek niet goed te zijn, laat ik zo zien. Maar er was een hele unieke verdediging voor zwart. En misschien wil je jezelf uitdagen om eens te kijken van hoe zou ik nou in deze stelling verdedigen. Nou. De zwartspeler had kunnen verdedigen met de, um, ja, de zet die je eigenlijk niet overweegt, namelijk Dame naar C7. En de reden dat ik zeg dat je deze zet niet overweegt normaal, is omdat je denkt: A, er is al op p 7 geslaagd, dus ik sta een pion achter. En B, um, ja, nou lopen maar D6 wordt mijn Dame weer aangevallen. En dit, dit kan toch niet goed zijn? Mijn koning staat in het midden, er staan twee stukken vlak voor mijn koning. Maar na de zet Dame B6 blijkt het helemaal niet makkelijk te zijn hier voor wit. Um, je valt een pion op B2 aan. Dus daar moet je al gaan kiezen met wit of je die weg gaat geven. Dat maakt je koning aardig open, zeker nu je nog niet direct kan rockeren. Er staat een pion op e4 in en dat niet alleen is die wordt geslagen, dan dreigt er mat op f2. Dus er zijn twee pionnen in. Hier staat er twee voor, maar er staan er ook twee in. Um, maar er is nog een beetje een probleem met de stelling. Namelijk dat dit paard niet makkelijk weg kan. Want elke keer als het paard bijvoorbeeld naar d5 gaat, dan kan je dus nu op d6 slaan. En dit paard kan net niet wegtrekken, zodat deze dame, de, de, hè, dat je een wegtrekschaak hebt. Dus... De dame op B6 maakt eigenlijk een hele unieke verdediger met heel veel tegendreiging. En die tegendreiging die is zo lastig dat wit eigenlijk geen super goede zetten heeft. De computer geeft maar één zet waarin wit in de partij blijft. want anders krijgt zwart voordeel, terwijl je twee pionnen voor staat met wit. He, E5 is de zet en dan het paard naar E4. En ja, de B2 staat aangevallen, F2 staat aangevallen. En... Um, het is best wel moeilijk voor wit om hier een goede verdediging te vinden. Denk bijvoorbeeld aan de zet dame naar e2 om hier je pion te dekken. Dan wordt er bijvoorbeeld op b2 geslagen. Die toren moet aan de kant. En we hebben dingetjes als paard, paard naar c3 al in de stelling met een dubbele aanval. En het is verrassend genoeg heel ongemakkelijk voor wit. Waarbij de stukken net niet goed genoeg staan om hier de koning van zwart mat te zetten. Dus um, een hele grappige variant eigenlijk. Maar... Van Helvoort die zei, ik geloof er geen bal van, ik slaap E7. Toen zei ze tegenstander, dan heb je je vergist. Want dame maalt D6, gevolgd door dame naar E7. En ik denk dat hier de, witte, de zwarte speler de variant gemist heeft die wit had. Want hoe ga je hier verder met wit? Juist ja. Um, je gaat verder met de zet Dame naar E5. Dit is eigenlijk de hele plant En hier merk je dat Zwart verkeerd zit. Want um, Zwart kan niet naar C6, want dan ga je mat in 1 op C5. En het probleem is dat als je naar B6 gaat, je eigenlijk mat in 2 gaat. Eerst even schaak je en daarna mat op C5. Dus er is geen naar voren. Dus er is alleen nog maar naar achteren. En dan komt die loper erbij. En deze Dame die heeft nu het vluchtveld afgepakt. De koning moet in de lijn van de Dame gaan slaan. Eén stuk wordt geslagen. Wit staat dus nu al twee pionnen voor. En vervolgens wordt er daar nog een stuk geslagen. En wit staat heel veel voor en zwart gaf op. Een hele leuke partij. Jammer voor Van Helvoort. Nou, dan komen we bij de laatste partij. In deze partij wordt gespeeld tussen uh, Lorendo, Lorenzo Lodici, dat is de grootmeester die meespeelt in de uh, groep en daarmee een van de hoogst geplaatsten is. En Arthur de Winter, natuurlijk een enorm talent in uh, het Nederlandse schaak, die uh, heel vaak uh, op het scherpst van de snede zijn tegenstanders weet te overrompelen. In deze partij gaat het helaas voor hen mis. Um, laten we kijken wat er gebeurt. Er komt een. Uh, Dame gambiet op het bord en uh, de Winters die accepteert dat. Het aangenomen gambiet is eigenlijk best wel populair de laatste tijd en uh, er zitten heel veel varianten en zetverwisselingen in in deze variant, waarbij um, ja toch heel erg scherp kan worden en zwart vaak uh, bijvoorbeeld of de pion behoudt en daar aan gaat hangen met b5 en dan krijg je hele ongebalanceerde stellingen waarbij wit het centrum overneemt tegenover de vleugel met een pionnetje minder. Um, in dit geval besluit de, uh, de witspeler Lodici om dame a4 te spelen. Het is een iets minder gebruikelijke zet in deze variant. Maar nog steeds een, een topset die meer dan duizend keer is gespeeld volgens de database. Dus niet heel ongebruikelijk. Maar het verraste de winter wel een beetje en hij speelde set paard D7. Misschien verraste het hem en moest hij even weer zijn theorie ophalen. Maar in ieder geval je zag even in de tijd dat er een, een daling zat. En na paard C3, E6 en E4 zie je dat wit dus um, vasthoudt aan het idee van het centrum overnemen. En eigenlijk zegt van deze pion op C4 die ga ik wel een keertje slaan. Nou, C5 luidt eigenlijk een hele scherpe variant in, en er zijn verschillende ideeën die Zwart ook had kunnen spelen. A6 is een gebruikelijke zet, gevolgd door B5 als idee. En volgens mij, als ik het goed heb loper E7, gevolgd door Kort om in ieder geval die koning vijf te zetten. En het is een hele um, interessante stelling eigenlijk. Nou, C5, niks mis nog mee. D5. Er wordt geslagen op D5. En nu is niet het idee van wit om naar deze structuur te gaan. Deze structuur zou je misschien verwachten als je deze variant ingaat. Maar na zet als loper D6. Zwart weet toch wel dat die pion eraf gaat. En als je bijvoorbeeld slaat op C4. Ja, weet je, dan staat die pion te, lopen tegen je pion aan te kijken. En zwart rokeert gewoon. En dit paard dat gaat een keertje aan de kant. Plus, zwart heeft een meerderheid aan de damevleugel die met tempo naar voren kan. En hier is zwart best wel blij in de stelling. Dus. Als dit gebeurd was, dan was daar zwart blij mee. Maar de zet die in uh, deze variant is, is E5. En E5 zorgt ervoor dat het paard als verdediger van deze pion weg wordt gejaagd. En als je dan weggaat met dat paard, bijvoorbeeld, we gaan, uh, nou ja, laten we naar G4 gaan, bijvoorbeeld. Dan kunnen we op D5 slaan. En dan zie je dat wit en een centrumpion heeft. En hier deze pion geslagen heeft. Gaat C4 eraf. En wit staat heel erg goed. Terwijl zwart nog nou, eigenlijk nog gewoon volledig moet ontwikkelen. Dus dat is het probleem van de zwarte stelling. En hier moet je dus nu de juiste zet. Te zien te vinden. En even een vergelijking: even later komt er ook een variant van uh, een grootmeester. Um, de zet die de winter speelt, is dus door meerdere meesters, waaronder grootmeesters gespeeld, um, en um, is daarmee dus niet heel raar, want het is een thematische zet in dit soort varianten. Maar wat moet je spelen? Echt waar, een hele rare zet. De zet B5. Nu vraag je je af, waarom dan B5? Nou, de eerste logica die erachter zit is dat als dit paard hem slaat, dat hij niet meer deze pion aanvalt. Dus dan kan het zwarte paard rustig wegspringen zonder dat je D5 pion aangeslagen wordt. En dan houdt zwart een mooi centrum over. Daarnaast, wat doen deze stukken hier precies? Dus het is een wat ongemakkelijke opzet voor wit met een mooi centrum voor zwart. Een, een grappige stelling, maar wel uh, eentje die prima is voor zwart. Nou, als je hem me terugslaat met de dame, dan is het grote verschil tussen van de partij, en je zal het zo meteen zien, dat de toren via B8 geactiveerd kan worden, en um, dat die toren heel vaak op B4 kan komen, en daarmee kan die um, ja, en de pion op C4 wat beter vasthouden, en de dame wegjagen naar een ander veld, en daarmee heb je um, voldoende activiteit gegenereerd die je anders zou verliezen. Laten we nu gaan naar de partij en kijken wat er gebeurt. Want naar E5 kwam dus D4, het wordt geslagen op F6, het wordt geslagen op C3, en... De witte speler slaat nu op C4. Nou, sowieso, als er nu een toren op B8 stond, dan kon die toren al eerder of juist daarna in één keer mee gaan helpen op B4 en daar een aanval gaan beginnen. Dus je mist nu met zwart een beetje de concrete, het concrete tegenspel. Maar wat heeft wit dan? Vraag je je misschien af. Nou ja, wit die heeft dus nu een loper ontwikkeld. Heel irritant, daar een penning staan waardoor het paard niet kan ontwikkelen, waardoor het loper niet kan ontwikkelen. De loper op f8 staat nog in de weg van de koning, terwijl de, wit, de witte uh, koning in één keer vrij kan komen met een open lijn richting deze koning. En als er wordt geslagen op f6, dan komt loper naar g5 en dan zien we in één keer dat de laatste velden van de koning ook nog eens een keer worden afgepakt. Dus dit is heel erg, um, ja het is ouderwets, maar ook weer modern schaken op het scherpst van de snede. Je offert wat pionnetjes, je doet het scherp en in één keer zit deze aanval erin. En dit is heel erg lastig verdedigen. Overigens geeft de computer hier dus al een plus van meer dan 2,5 voor wit. En dat is echt heel veel op welk niveau je ook zit te schaken. Um, Even voor de vergelijking. De Winter speelde nu B5. Daarmee denk ik dat hij wellicht zelfs nog eens achterhoofd de deze thema's had zitten, maar dat hij het gewoon in tijdens de partij niet meer aan elkaar kon puzzelen wat de juiste volgorde was. Dus is nu te laat. Ik laat zo meteen zien waarom. Of eigenlijk laat Lodici zien waarom. Wat is nou eerder gebeurd? Nou, Ivanchuk, een enorm goede schaker en wereldtopper voormalig, die speelde met Wit dezezelfde variant tegen ook een grootmeester in 2006. Dus moet je nagaan, dat werd toen al een keer gespeeld. En daar speelde die grootmeester de dame naar B6 en Ivanchuk, die walste ook over zijn tegenstander heen in die partij en wil dat hij heel veel goede zetten. en Ivanchuk was zelfs zo overmoedigd dat hij gewoon op F7 hakte, maakte het moeilijk voor zijn tegenstander. En uh, 19 zetten won die, ondanks dat lopen maar F7 niet eens de beste zet is in deze stelling. Um, de computer is het er zelfs gewoon niet mee eens, maar Wit staat niet verloren, wit staat gewoon. Het staat gelijk met scherpe stelling. Maar dat laat even zien dat, dat deze stelling dus ook door grootmeesters ongelooflijk uh, ja, verkeerd gespeeld is. En dat het zo scherp is voor zwart dat je fout kan gaan. Nou, wat gebeurde er? De zet b5 kwam. Um, waarschijnlijk in de hoop dat als je dan bijvoorbeeld een zet als. Dame naar maal B5 kan doen. Dat je dan dame B6 kan doen met een tempo. Dus nu moet je eigenlijk gaan beslissen met wit. Ga ik, ga ik weer terug? Ja, dan ben je eigenlijk heel langzaam. En dan geef je zwart tijd om dat tegenspel te genereren. Wat je nodig hebt met zwart. En um, als je dat niet doet, dan kunnen dames gereld worden. En dan kan je net even iets makkelijker ademhalen met. Um, zwart, overigens, het uh, is nog steeds eng, Je moet waarschijnlijk een keertje f6 spelen. om in ieder geval de vel het veld d8 voor je koning vrij te maken. Maar dat even terzijde. Um, wat doet de witspeler? speler? Heel sterk. Dame naar c2. En die zegt eigenlijk. jouw dame en koning staan nog vast. En ik dreig gewoon een dubbele aanval. via e op e4 tussen koning en toren. En hier zie je dat eigenlijk niks meer werkt voor zwart. Zwart speelt nog de dame naar d6. En uh, wit heeft heel veel goede zetten, maar doet gewoon rustig toren d1. Zegt nou, val je dame aan, waar ga je naartoe? Um, dat weet de Winter ook niet, want hij geeft hem weg. Maar als je bijvoorbeeld naar B8 zou zijn gegaan om hier dan je toren te dekken. dan ga je dus mat met Dame E2 of E4. Want er kan alleen nog maar een loper of een paard en dergelijke tussen. Um, maar de Toren die geeft mat op D8 als het paard ertussen gaat. En, zo. Um, en de Dame geeft natuurlijk mat als het zo gaat. Dus het is allemaal heel erg funest voor de Winter hier. Um, hij speelt nogmaals C4. De toren slaat de dame, de lopers slaat de toren. Als er nu geen toren af zou gaan voor zwart, zou het nog enigszins haalbaar zijn. Maar naar Dame E4, gevolgd door Dame A8. En nou ja, er wordt nog even daar een pionnetje teruggeslagen. Vond de winter het met een dame tegen een stuk achter toch wel genoeg en terecht. Dus de winter verloor deze partij. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video over de koning in het midden en hoe enorm gevaarlijk dat is. En dat jullie er wat van geleerd hebben. Tot de volgende keer.